Het kleine Begeman Milieutechniek uit Farmsum heeft de deuren van een nieuwe Thaise vestiging sinds vorige week geopend. En dat gebeurde geheel in stijl volgens de lokale tradities. Ja, een hele batterij monniken die daar onder een langdurig gebed de zegen hebben gegeven voor de inbedrijfname van de fabriek. Een niet alledaagse ervaring dus ook voor de nu gewoon weer in Farmsum werkende Maurice Heijnen, die bij de opening zelf aanwezig was. Ja, heel bijzonder. We zijn sowieso de eerste in het hele Aziatische gebied daar met een kwikverwerkende faciliteit. En de verwachting is dat in die Thaise fabriek voornamelijk kwikhoudend afval uit de olie- en gasindustrie in de regio verwerkt zal worden. Dat betreft dan slip uit het omhoog halen van het gas. Er komt er van nature een stroom mee. Maar we hebben het ook over catalyst. Die wordt gebruikt bij het reinigen van het gas. Dan gaat het om dit soort korrels die oliemaatschappijen gebruiken om het gas kwikvrij te maken voordat het bij u thuis uit het fornuis stroomt. BMT verwacht al met al veel van haar nieuwe fabriek. Ondanks, of misschien juist mede, omdat de openingsceremonie van de nieuwe vestiging in Thailand in het water viel. Nou, alle tekenen zijn gunstig. Bij alles wat er zeg maar plechtig moest gebeuren, hadden we op de vroege ochtend een flinke regenbui. Nou, dat is voor het boeddhistisch geloof is dat alleen maar een heel erg gunstig teken. Hier zou je denken van wat een pokkenweer, maar daar is dat alleen maar goed. Hè? Boeddha is echt de god van het water ook.